Het bijzondere van dit project is dat we het van begin af aan samen hebben ontwikkeld met de patiëntenvereniging. De website hebben we van tevoren getest. Voldoet die informatie voor de patiënten? Ja of nee? We hebben gezorgd dat de tekst eenvoudig is, dat die kort is en gericht op actie. Wat moet ik met deze informatie doen? De informatie is te raadplegen voor iedereen op www.geneesmiddelenbijlevenscirrose.nl. En daarop staat de meest actuele informatie. We hopen die informatie qua inhoud uit te kunnen breiden, want we hebben tot nu toe een deel van de geneesmiddelen onderzocht. De patiëntenvereniging krijgt nog vragen over geneesmiddelen die niet onderzocht zijn in dit project. En daarnaast is het ook belangrijk dat patiënten en zorgverleners de ernst van de levercirrose aangeven, omdat daarmee ook rekening gehouden kan worden bij de optimale dosering. Wij zien, dat heb je met Google Analytics, kan je dat mooi in zicht krijgen. Wij zien dat de website echt gevonden ook wordt. Vaak via onze eigen website, omdat onze eigen achterban daarop kijkt. Maar ook via zoekmachines. En want mensen hebben veel vragen over cirrose. Want cirrose is heel levensbedreigend. Dus mensen zoeken naar informatie en daar wordt zeker gevonden.